Mijn naam is Onno Kokmeijer. Ik ben verantwoordelijk samen met Arjen Speelman al 13 jaar lang voor Chableu in het Okura Hotel hier in Amsterdam. En Chableu is een heel internationaal restaurant. Ja, waarom zijn wij partner van Vis en Seizoen? Het is bijna vanzelfsprekend dat wij partner zijn. Ik denk dat een stukje duurzaamheid in de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de nieuwe generatie koks. Ik bedoel, als ik zie in mijn keuken, die jongens staan te popelen om de toekomst in te gaan met ons als voorbeeld. Ja, ik ga zo met Arjen duiken we de keuken in en we gaan een gerecht maken met albacoren tonijn. Ik vind albacore een hele veelzijdige vis. Fantastische smaak, nu in het seizoen. Maar we gaan nu een gerecht maken met Arjen samen, waarbij we de sashimi gaan snijden. Dus hele dunne rauwe plakjes van de albacore. Oké, we gaan met de albacore aan de slag. En Arjen Speelman, mijn keukenchef, die gaat voor jullie het gerecht opmaken. Wat ik net al vertelde, we gaan die albacore in dunne plakken snijden. Sashimi-stijl, die gaan we ook rauw laten. Arjen, ga je gang. We gaan hem combineren met een crème van oesters. De oesters van David Hervé gaan we doordraaien met wat eiwit. Dus ik maak een soort mayonaise, maar in plaats van eidooier gebruiken we de eiwit als binding. Waardoor we eigenlijk een hele luchtige en krachtige mayonaise krijgen en niet dat vettige. Bovenop die albacore sashimi gaan we pickles van daikon. Nou, tussen de daikon doen we de ponzu crème. Codium gebruiken we in dit gerecht. Mooie ziltige zeewier. Dus dat is ook weer zilt. Oost-Indische kers. Bovenop het gerecht. En als laatste voegen we daar nog aan toe een lauwwarme saus van beurre blanc. Verrijkt met dashi. Kleine stippen er bovenop. Voilà. Ik ben super trots dat ik partner ben van Vis en Seizoen. Dat dragen we ook uit. Al is het voor de nieuwe generatie, al is het voor mijn gast hier in het restaurant en al is het voor onze toekomst. Waarom? Omdat we vis in het seizoen willen we juist die beste kwaliteit hebben. De beste rendement van de vis, maar ook de beste prijs. Maar bovenal de smaak. Daar gaat het natuurlijk vooral in ons vakgebied om. De smaak staat bovenaan. Dus, ten alle tijde vis in het juiste seizoen.